De selectie van ADO Den Haag begint steeds meer vorm te krijgen. ADO versterkte zich met aanvallers Michiel Kramer, Malcolm Esaias en Nino Schaudier. En ook middenvelder Ricky van Haren kwam naar Den Haag. Afgelopen dinsdag maakte ADO de vijfde aanwinst bekend. Mitchell Schet tekent voor 2 jaar en komt over van FC Groningen. In de oefenwedstrijd tegen Dordrecht start Maurice Stijn met de sterkste elf. Goeie crosspaas van Beugelsdijk naar Malone, de rechtsback. Mag ver komen, geeft hem laag voor en daar staat de spits. Van aankomend seizoen, althans, er is heel veel interesse. Maar ADO is zeer duidelijk daarin. Hij mag niet weg. Ik heb het over Mike van Duinen. Werd onder meer in de wedstrijd tegen Dordrecht bekeken door Arthur Numan, een scout van AZ. Malone, de belangrijke man met de assist. En ADO tegen de ploeg uit de Jupiler League FC Dordrecht op voorsprong. Sherry, goede aanname, legt hem klaar. Maar Niels Schaudier kan er niet bij. En dus komt er een corner aan voor ADO Den Haag. Ook voor Sherry veel aandacht. FC Groningen nog altijd in de markt voor de rappe buitenspeler die nu de corner op het hoofd van Beugelsdijk legt. Die tekent voor de tweede van de avond. ADO dus op 2-0 tegen FC Dordrecht. In de tweede helft 11 andere spelers. Sherry onder andere eruit. En dit zijn de jonkies en ook Tira Katalin die hier in de fout gaat. De bal vervolgens aan Alisic geeft, een invaller van FC Dordrecht. En die maakt de 2-1. ADO Den Haag wint de vijfde oefenwedstrijd in aanloop naar het seizoen 2013-2014 met 2-1 van FC Dordrecht. En in de wedstrijd tegen FC Dordrecht werd net als tegen Swansea City duidelijk hoe Maurice Stijn op zaterdag 3 augustus wil gaan spelen tegen PSV. Dit zijn dan de vermoedelijke 11 namen. Op doel staat Coutinho, van rechts naar links Malone, Wormgoor, Beugelsdijk en Meijers. Op het middenveld Jansen, Holla en nieuwkomer Van Haren. En voorin spelen Sherry, Van Duinen en Gaudier. Dat zijn de vermoedelijke namen op zaterdag 3 augustus met 2 twijfelgevallen. Want er wordt volop getrokken aan Charon Sherry. Hij zou bijvoorbeeld naar Groningen kunnen en ook Eintracht Braunschweig wil de buitenspeler graag hebben. Zijn vervanger, mits hij vertrekt natuurlijk, heet Gerson Cabral en komt bij Twente vandaan. Ook achterin wil Maurice Stijn nog versterkingen. Een centrale verdediger wordt er gezocht. Tevergeefs klopte ADO aan bij PSV voor Timothy de Rijk. Je salaris had van meer dan 5 ton. En dat bleek toch iets te gortig voor ADO Den Haag. Ook Christian Koen werd benaderd. De speler van Heerenveen is ongelukkig in het Hoge Noorden. Maar de clubs, ADO en Heerenveen, kwamen er financieel niet uit. De komende periode gaan er dus nog een aantal dingen gebeuren. Blijft Thierry, blijft Van Duinen. En vanuitgaande dat Van Duinen wel blijft, dan mag je toch wel stellen dat ADO Den Haag met deze selectie moet gaan spelen voor een plekje in de linkerrij. Ik ben bijzonder tevreden over de eerste 11-12. Dat ziet er voor eredivisie begrippen prima uit. En met die ploeg kun je absoluut de concurrentie aangaan met ploegen als NAC, Heracles, NEC, Zwolle, dat soort ploegen. Ja, nou, dadelijk zal moeten blijken of we in de breedte nog een aantal kwalitatief goede spelers erbij kunnen krijgen om daadwerkelijk mee te gaan doen richting plaatsen hoger. Maar ja, zolang ik nog niet helemaal zekerheid over mijn groep heb, is het gewoon heel moeilijk om een doelstelling neer te leggen. Ze kunnen 30 augustus nog 3 spelers in je as weghalen. En wij zeggen wel, spelers zijn niet te koop. Maar ja, voor exorbitante bedragen zullen wij ook overstag moeten. En dan kun je ineens misschien heel veel geld op de bank hebben en geen spelers. En een van die spelers zou dan Mike van Duinen moeten zijn. ADO vraagt meer dan 4 miljoen voor Van Duinen. En dat bedrag is nog niet geboden. Sherry met een goede steekpaas op linksback Aaron Meijer staat helemaal aan de andere kant. Ziet Van Duinen meekomen, gaat zelf. En rond het fraai af, dat mag gezegd worden. 1-0 in de oefenwedstrijd tussen ADO Den Haag en Excelsior. Alweer de 6e oefenwedstrijd in aanloop naar het nieuwe seizoen. Wormgoor zoekt naar Van Duinen, verliest de bal. Veldwijk rukt zich los van Sherry, krijgt de bal en kopt hem prima binnen. En zo is de stand weer gelijk. Doelpunt van Lars Veldwijk, spits van Excelsior. Ook in deze wedstrijd speelt ADO met de sterkste elf. Dit keer is Soepo Sepa centraal achterin geposteerd in plaats van Beugelsdijk. Omdat Stijn daar nog experimenteert. Meijers. Naar invaller Esaias. Esaias laag voor en daar staat Mike van Duinen. En ook nu scoort hij weer. Tegen Dordrecht pikt hij zijn doelpuntje mee. En ook tegen Excelsior is hij trefzeker. ADO Den Haag wint de 6e oefenwedstrijd met 2-1 van Excelsior.
Hij gaat zich opmaken voor de laatste wedstrijd tegen Ovi Kreta. En oud-ADO-voetballer Sjaak Polak was aandachtig toeschouwer bij de wedstrijd ADO-Excelsior. Polak analyseerde vorig jaar diverse wedstrijden voor Omroep West en bekeek afgelopen zaterdag of ADO klaar is voor de start van de competitie. Nou, ze moeten er klaar voor zijn, want 3 augustus hebben ze al PSV voor de deur staan. Ja, dan zou ik wel open doen, anders ben je al 3 punten kwijt. Maar ja, ze zullen wel wat beter uit de verf moeten komen als vandaag. Tot slot, Maurice wil zich achterin nog versterken, defensief. Snap je dat? Ja, dat snap ik wel. Als je nu vandaag ook ziet bij iedere bal die met een steekbal of hetzij een pisboogbal die achter de verdediging wordt gelegd. Ja, dan ken je Vito, die ken je dan wel de opdracht geven, haal alles weg. Ja, maar je hebt ook backs nodig die het snappen. Ja, en de linksback dan op dat moment, die Aaron, daar waar we het nu over hebben, vind ik geen linksback. Maar goed, doet het niet slecht. Want als je rechts buiten tegenover hem staat, dan heb je het slecht. Want je moet continu achter zijn reet aan. Maar verdedigend, ja, is hij niet best. Dan is hij kwetsbaar. Ja, en dat is wel iets waar we, sorry, maar waar ze naar moeten gaan kijken. Daar moet wel een speler bij. Ja, ik denk ook dat ze iemand achter de hand moeten hebben voor een rechtsbackpositie en de centrale verdediger. Ik denk dat ze daar wel de versterking nodig moeten gaan krijgen.